Sheikh Ali Bakr Samsir Ali geeft leiding aan het nieuwe onafhankelijk kiesbureau. Hij is op vrijdag 20 september bij de installatie van dit orgaan samen met de plaatsvervangende voorzitter, leden en plaatsvervangende leden door president Chandrika Prasad beëdigd. Het staatshoofd legde bij deze gelegenheid de nadruk op de taak van het bureau als bewaker van de integriteit van de democratie als ook de integriteit van het verkiezingsproces. Ik getuig dat er geen God is naast Allah. Hij is één en kent geen deelgenoot. Ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is. Ik, Samsir Ali Sheikh Ali Bakr, getuig en beloof in aanwezigheid en onder het wakend oog van de Almachtige Allah dat ik in de hoedanigheid van lid tevens voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau mijn plichten met volle toewijding en ijver, met rechtvaardigheid en met inachtneming van de wet zal vervullen. O Allah, Gij helpt mij daarbij. Amen. Zegt u mijn naam, heer Ali Bakr. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. We zijn er bijzonder trots dat we op wat incidenten na gedurende de afgelopen verkiezingen vrijwel vlekkeloze verkiezingen hebben gehad in Suriname. Dat is mede een verdienste van het onafhankelijk kiesbureau en dienstleden. Mijn complimenten aan de leden van het onafhankelijk kiesbureau die zijn uitgetreden. En ik heb net de voorzitter, de gewezen voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau, mevrouw Jennifer van Dijk Silos, net ontvangen. En een speciaal woord van dank richt ik dan ook hierbij aan haar, mevrouw Jennifer van Dijk Silos, gewezen voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau, die daar een bijzondere bijdrage aan heeft geleverd dat we een goede, een eerlijke en een transparante verkiezing hebben gehad. Dames en heren, de kiesregeling omvat een zorgvuldig vormgevend proces dat ertoe moet leiden dat de opvattingen van de kiezers zoveel mogelijk worden afgespiegeld in de verkiezingsuitslag. Maar het verkiezingstraject zal uitsluitend doelmatig kunnen zijn indien de bevolking voldoende vertrouwen heeft in dat traject. Dat betekent dat de verkiezingen moeten voldoen aan drie elementaire principes, namelijk vrije, geheime en eerlijke verkiezingen. Het onafhankelijk kiesbureau vervult een rol als onafhankelijke bewaker van de integriteit van het verkiezingstraject op basis van deze drie principes. Dat is dan ook volgens de kiesregeling de taak van het onafhankelijk kiesbureau toezicht houden op de algemene verkiezingen en het bindend vaststellen van de uitslag van de verkiezingen voor de samenleving. Vertrouwen is een van de belangrijkste pijlers onder onze representatieve democratie. Al hetgeen, het vertrouwen in het verkiezingstraject, dat kan aantasten, dient zo snel mogelijk worden aangepakt. Daarmee blijft het vertrouwen van de burger in de democratie zoveel mogelijk gewaarborgd. Een richtig verkiezingsproces op basis van democratische grondslagen, dat bevordert het maatschappelijk draagvlak en de stabiliteit in de samenleving van de regering en ook het maatschappelijk draagvlak van de Nationale Assemblee en de andere volksvertegenwoordigende organen. Dankzij de prominente rol van het onafhankelijk kiesbureau die de kiesregeling haar heeft toebedeeld, hoeven wij in Suriname niet bevreesd te zijn voor grootschalige, frauduleuze handelingen in het verkiezingstraject.
dat de voorzitter, leden en plaatsvervangende leden van het onafhankelijk kiesbureau een rol hebben van bewaker van de integriteit van de democratie. En het verkiezingsproces volgt ook uit de eed die u aflegt. Het gaat in de eed niet alleen om het in acht nemen van de bepalingen van de grondwet, de kiesregeling en het kiesbesluit, maar specifiek wordt benoemd dat u zich dienovereenkomstig zult gedragen. Het onafhankelijk kiesbureau heeft ook ruime, specifieke taken en bevoegdheden, geachte voorzitter en overige leden. Ik vraag uw aandacht daarvoor. Het bureau ziet toe dat de kiezerslijsten met zorg zijn samengesteld, dat de oproeperskaarten tijdig worden ontvangen en kunnen worden afgehandeld, dat de stembureaus correct hun werkzaamheden verrichten, dat de toezichthouders worden aangewezen die controle op de gang van de werkzaamheden bij de stembureaus uitoefenen en onregelmatigheden melden. Een belangrijke bevoegdheid van het onafhankelijk kiesbureau is dat indien er klachten worden ontvangen omtrent het niet behoorlijk functioneren van enig hoofdstembureau of stembureau, dat het onafhankelijk kiesbureau dan ook die maatregelen treft die naar zijn oordeel noodzakelijk zijn, naar eigen inzicht binnen de grenzen van wet en recht. Tegelijkertijd moeten we onderzoeken of de instructies betrokken bij het verkiezingsproces zullen moeten worden geherstructureerd. Het onafhankelijk kiesbureau zal hoe dan ook een belangrijke instelling blijven die grondig toezicht zal houden op een richtig voorbereiden en verloop van de verkiezingen en daarmee de belangrijke taken vervult om de kiezer te beschermen, te waarborgen dat de stem van de kiezer telt en dat onze democratie beschermd blijft. Vandaag heb ik ook aan de gewezen voorzitter van het onafhankelijk kiesbureau ook gevraagd. Op basis van het rapport wat ze heeft aangeboden en de aanbevelingen om serieus te kijken naar een onafhankelijk verkiezingsautoriteit zoals dat geldend is in vele landen in onze eigen regio, dat we naar het vraagstuk serieus kijken. En ik heb haar gevraagd om dat traject voor mij ook te willen trekken en daaromtrent heb ik komende week een afspraak met haar om met andere stakeholders na te gaan hoe we dat traject naast uw formeel traject ook gaan inzetten om te kijken of het land Suriname ready is voor zo'n onafhankelijk authority op basis van de internationale geldende normen en principes. Geachte voorzitter en leden en plaatsvervangende leden van het onafhankelijk kiesbureau, ik wens u heel veel succes toe in het uitoefenen van uw werkzaamheden als bewaker van de integriteit van ons verkiezingstraject en van de integriteit van onze democratische rechtsstaat. Mogen u namens de regering feliciteren met uw benoeming en installatie en mogen God u zegenen en mogen God u leiden in uw missie. Mag ik u allemaal bedanken. Dank u wel.